Het Amerikaans leger koopt voor 22 miljard dollar HoloLens-headsets van Microsoft. Mensen die ja. niet weten wat een HoloLens is. Um, HoloLens is een augmented reality-bril van uh, Microsoft. Zo dus houdt dat in, dat is een bril, zo'n machine, een beetje lijkt een VR-bril dat je op je hoofd zet. Maar dat is een glas, een soort plastic. Daar worden dingen op geprojecteerd waardoor dat jij eigenlijk de, extra, eigenlijk de wereld wordt extra reinforced met informatie. Dus ik heb ja. zelf de originele Hololens uh, devkit uh, gebruikt kostte ja, ontiegelijk veel geld dat yep. weet je nog. was dat 5k of zo ja um, zoiets dus, en op zich is dat kei cool maar kon dan zo mijn hand motions kon dan zo ik zeg maar iets luider zetten dat, was, dat voelde niet in het ja. dat voelde niet goed aan vond ik maar um, wel zijn dat ik heel onder de indruk was van bijvoorbeeld kijkt naar een muur en die dat duipt allemaal op die muur, snap je? Die kan dat scannen zeggen, dat is een muur. Dus je tekst wordt daar dan zo opgeplakt en zo. Heel cool. Dus uh, het Amerikaans leger heeft een deal. Voor, over de komende tien jaar gaan ze hoeveel? 120.000 headsets uh, leveren aan het Amerikaans leger. En dan uh, komt daar navigatie en zo op. En extra informatie, in real-time. Dat gaat echt gewoon fucking Call of Duty worden voor die soldaten, hè? Ja, het is zo. Killing spree! Ja, dat gaat echt gewoon veel meer. Dat denk ik, die... die... Nog zo extra elementen aan toevoegen. dat het echt gewoon. Mm. dichter bij een game gaat komen. om ook zo. die ja, dat psychologische aspect voor die mensen ook wat te, mm. te veranderen. Godlike. Of zo. Alle, alle enemies zo vervangen door dus zo'n clownje ja, of zo. Ja, maar je weet dat. je gaat zo echt gewoon. Projectie hebben van het radar, van de drone-beelden, dat je echt kunt zien uh, ja. waar dat die zitten en zo, dat soort shit gaat er allemaal in komen. Hè. Dat gaat, hey, dat is een hey, 20 miljard, mogen ze we wel al een keer wat voor doen. Het is dat, ja, nee, maar, ik vond een cool, ik vond een cool feitje Ja, ja en Hollands is echt wel super impressive tech. Als je het ene keer op je hoofd hebt, gaat het, het potentieel, de eerste versie was natuurlijk very flawed, maar het potentieel van die brillen is echt insane. En... Niantic, de developers van uh, Pokémon Go en nu ook de Pikmin AR. Dus die hebben vorige week nog aangekondigd dat er een Pikmin-GPS-game uh, komt. Of ja, GPS-game game is natuurlijk de, de, de gok. Ze hebben gewoon gezegd dat Niantic bezig is aan een Pikmin-game. Die hebben nu ook geteased dat ze aan een augmented reality-bril bezig zijn. Dus... Die technologie hmm. gaat inderdaad gewoon meer en meer verspreiden. Apple zou, zou ook bezig zijn aan AR-brillen, dus zeggen ze al jaren. jaren ja. maar nee, ze zijn dat zelf niet. Iedereen is aan het... Aantal. Nee. Dus, ja, maar uit patenten en zo blijkt dat ze toch wel iets of no, wat zijn bezig zijn. Hetzelfde met een auto. Hè? Die zijn ook bezig met een auto. Dus dat, Wanneer is dat. Dus die die AR-brillen... Het wordt de next big thing over waarschijnlijk vijf of tien jaar. Dan gaan we er allemaal mm. wel uh, eentje hebben liggen in de kasten. En dan, ach oh, ja, en dan verdwijnt dat weer in een schuif. Ja, ja. oké. Okay. Uh, next. Van AR naar VR.